bestuur. Dat is ook ja, andere soorten gelijk. Mm-hmm. Die kan je binnenlaten via de arena van de Tweede Kamer of yeah. via de kiezer. En dat daar steeds minder begrip voor is. Omdat we zijn echt gewend geraakt. Afgelopen week was bijvoorbeeld weer waren de doorrekeningen yeah. Van het Centraal Planbureau er, van de verkiezingsprogramma's. Nou, dat doen we dan op een spreadsheet. En dan gaan we zitten kijken van, ik ben daar helemaal mee eens. Hè, van, klopt het eigenlijk, hè? Klopt het eigenlijk wel, wat je hebt gezegd, maar wat kost het ook? Ja. Dus dan wordt eigenlijk alles begroot volgens een bepaald model. Ja. En daar begint langzamerhand iets meer verzet tegen te komen. Sommige, de VVD zegt zelf ook, wij laten ons de klimaatplannen niet door het bureau doorrekenen. Waarom? Nee, wij staan voor onze eigen zaak. En hoe dat ook uitpakt, dat willen we liever niet door dat model laten doen. Dan kun je zeggen, wat onverstandig. Je wilt toch feiten laten spreken. Mm-hmm. Ik ben erg voor feiten gebaseerde politiek. Ik denk dat iedereen dat is. Maar feiten maken geen beslissingen. Uit feiten volgen niet vanzelf beslissingen. Dat is wat ik ook in het boek noem spreadsheet politics. En dat is die bestuurlijke logica. Dat je zegt, we hebben de feiten en daar volgt dus deze beslissing uit. Nee, daar volgen mogelijke scenario's uit. Ja. En daar kan je dan alsnog een beslissing over maken. De feiten zelf zeggen niet wat er moet gebeuren. Is dit dan ook wat er gebeurd is bij toen de eerste keer de scholen zijn gesloten? Of wat dan, daar moest ik aan denken door die zin, want de massa laat zich meesleuren door de schijn en door het resultaat van iets. Ja. Nou, de massa laat zich meesleuren. De Machiavelli heeft een heel donker beeld van de massa, mm-hmm. van mensen. Ja. En die ziet ook dat mensen zich mee laten sleuren door het idee van iets. Mm-hmm. Machiavelli zou hetzelfde gezegd hebben over onze verkiezingen. Die gaan niet over het echte ding, die gaan over voorstellingen om mensen binnen te zingen in een bepaald soort gelijk. Maar inderdaad, daar zie je dat wel een beetje terug. Maar daar vond ik dan nog een klein momentje van luisterende politiek in terug. Dat er was uitgerekend dat die scholen eigenlijk best open konden blijven. Mm-hmm. Dat was wat de spreadsheet zei. Ja. Ik maak er maar een spreadsheet van. Dat is wat de feiten zeiden. En toen kwamen er een hoop ongeruste mensen die zeiden, dat willen we niet. Nee. En daar zag je dan nog in de coronacrisis dat er is gezegd van, nou ja, als je niet wil. Nou, ze konden ook niet anders hoor, want we waren degene die de lessen moesten geven die niet wilden. Grotendeels ook, of waar zorgen waren. Yeah. Maar daar zie ik eerder een doorbreking in van dat principe dan, dan een uitdrukking van dat principe. Mm-hmm. Maar dat je gewoon zegt van, het RIVM zegt afgelopen zondag dit tegen ons, dat betekent dus 1-op-1. En het RIVM is heeft daar al van gezegd, dat hebben we liever niet, ook het OMT. Maar dat dan op de persconferentie wordt gezegd, RIVM en het OMT zeggen dat dit het is, het OMT. Dus doen we dat. Nee, daar zit een stap tussen. Tegenwoordig wordt dat in de, er zijn geloof ik 4 of 5 speechwriters aan de gang tegenwoordig voor Rutte en de Jonge, mm-hmm. voordat dat zover is. Maar dat wordt telkens vermeden in één zinnetje, dat wordt gezegd van, dit is wat het advies is. En toen heeft het kabinet gemeend, dat is geloof ik de vaste, het kabinet heeft gemeend. Mm-hmm. En dan gaan we verder. En eigenlijk wordt er dan gezegd van, ja, we gaan het dus doen zoals uit die feiten spreekt. Misschien kan je ook wel niet anders, maar het laat wel duidelijk zien wat de logica erachter is, dat het doorrolt en dat je zegt van, nou, wat de feiten ons vertellen, nou eigenlijk doen we niks. We doen alleen maar wat er moet gebeuren. Het land moet bestuurd worden. Ja. En dat haalt dus het politieke weg uit het politieke. En dan wil ik toch eigenlijk meteen naar het volgende fragment. Want dat gaat hier over. En dat komt ook uit de Heerser. En dat is het fragment, is een fragment uit de tekst. Hoe moet men vermijden dat men veracht en gehaat wordt? Hoe moet men vermijden dat men veracht en gehaat wordt? Nu ik de belangrijkste van bovengenoemde eigenschappen besproken heb, wil ik de andere kort samenvatten. En hierbij laat ik me leiden door het algemene principe dat een heerser, zoals gedeeltelijk reeds is aangegeven, ervoor moet zorgen dat hij alles wat hem gehaat of verachtelijk maakt, probeert te vermijden. Elke keer dat hij dit doet, zal hij doen wat hij moet doen. En geen enkel gevaar zal hem meer bedreigen wat hij verder ook voor onplezierige maatregelen treft. Gehaat wordt hij vooral, zoals ik reeds zei, wanneer hij roofzuchtig is en zich op gewelddadige wijze meester maakt van de bezittingen en de vrouwen van zijn onderdanen. Hier moet hij zich dan ook van onthouden. En zolang hij de mensen in het algemeen maar niet in hun bezit of hun eer aantast, leven ze tevreden. Hij hoeft dan alleen maar op te treden tegen de eerzucht van een paar enkelingen die op vele manieren in toom te houden is. Verachtelijk,
wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijke moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. En met betrekking tot de privézaken van zijn onderdanen dient hij ernaar te streven dat zijn oordeel onherroepelijk is. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt hem te bedreigen of te misleiden. Dat niemand het in zijn hoofd haalt hem te bedriegen of te misleiden. Een heerser die een dergelijke reputatie weet op te bouwen geniet een zeer grote achting. En het is moeilijk tegen iemand die een grote achting geniet een samenzwering te beramen of een aanval te ondernemen, althans wanneer men weet dat hij een krachtige persoonlijkheid is die door zijn onderdanen gerespecteerd wordt. Want iemand die macht uitoefent moet voor twee dingen bang zijn. Voor binnenlands gevaar van de kant van zijn onderdanen en voor buitenlands gevaar van de kant van vreemde mogendheden. Mijn conclusie is dan ook deze. Dat iemand die de macht in handen heeft zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en het hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijn. Goed georganiseerde machtsposities en wijze heersers hebben er daarom steeds op alle mogelijke manieren voor gezorgd dat ze de aanzienlijken niet tot wanhoop brachten en de grote massa behaagden en tevreden stelden. Want dit is een van de meest belangrijke taken waarvoor een heerser zich gesteld ziet. Dank, Kirjan. Het laatste fragment. En toen ik dit las, en we hadden het net al een beetje over de relatie tussen het RIVM, het OMT en minister De Jonge en minister Rutte. En wat ik me afvroeg daarover is op welke manier verschuilt de politiek zich op dit moment achter de wetenschap? Is dat zo, vindt u? En is dat dit? Ja, verschuilt de politiek zich achter de wetenschap? Ik denk dat het in het afgelopen jaar niet heel veel anders is geweest dan in de jaren daarvoor. Dat is geen groot, dat is een accentverschil. Mm-hmm. Dus de spreadsheet politics, zoals ik dat noem, de depolitisering van de politiek. Dat zien we echt al een jaar of 20, 30. Dat is begonnen ergens in de jaren 1995 met die derde wegpolitiek. Tussen links en rechts, niet meer kiezen, gewoon de spreadsheet laten spreken. Daar zijn we wel erg gevoelig voor geraakt, ook in opgevoed. Dus, en dan hebben we het een beetje over de politiek van no alternative, toch? There is no alternative. Yeah. Er is gewoon maar één uitkomst en dat is de enige. En daar zijn we allemaal kinderen van geworden eigenlijk. Mm-hmm. Want dat is al bijna 30 jaar gaande. Het is niet nieuw. Het is niet nieuw. En om te snappen dat niet misschien ook niet goed is. Er is al een generatie die dat gewend is. Ik merk dat aan mijn studenten af en toe wel eens. Ze zeggen, dan komt er iemand gillend namens populistische kant binnen. Kan die niet weg? Want hoezo kan die niet weg? Ja, maar die vertelt onzin. Nou, als feiten niet kloppen, dan moet je dat natuurlijk daarmee bestrijden. Nee, maar ze willen hem gewoon weg. Want zo kunnen we niet besturen. Een generatie is daarin opgegroeid. Daar is het wel een voorbeeld van. Maar dit fragment van Machiavelli, wat ik zo prachtig vond, is het laat ook iets heel goed zien waar politiek om gaat. Het gaat om publieke persoon. Dat is een prachtig boekje van Cicero. Zijn broer vertelt hoe je verkiezingen moet winnen. En in de Romeinse Republiek had je veel verkiezingen over van alles. Elk bestuurlijk postje moest je voor gekozen worden. Dat vergeten we nog wel eens. Dat is helemaal niet één op één. Dat one man, one vote, dat bestond niet. Maar er moest wel overal voor geknokt worden. En hij zegt tegen, en dat staat ook bij Machiavelli, in zijn discours hier overigens. Maar daarin zegt hij tegen zijn broer, zorg vooral dat je gezien wordt. Ja. Zorg dat je gezien wordt. Maar zorg dat je op je eigen voorwaarden gezien wordt. Heb een goede uitstraling. Zorg er niet voor dat ze een hekel aan je krijgen. Daar gaat dit over. En waar kijkt Machiavelli nou voor? Naar een hekel krijgen aan? Erfelijke heerschappijen. Daar krijgen mensen vaak een hele grote hekel aan. En hij noemt dan, nogmaals, dat vind ik zo leuk. Ik heb ook zo'n bestuurlijke omzwerving in mijn broek proberen te doen, van uit alle gaten en hoeken voorbeelden laten zien. Hij snapt dat politiek emotie, psychologie is. En hij laat dan aan de hand zien van nieuwkomers zoals Darius. Die kwam nieuw in het Perzische Rijk. En Alexander de Grote. Die deed ook iets heel nieuws. Hoe zorgde die er nou voor dat hij al die kracht en macht kon bundelen?
Trouwens, de helft van De Heerser van Machiavelli gaat over hoe bouw ik een fort, hoe vallen we aan, ja, wat is de ballistische hoek om over een muur heen te schieten. Het gaat over van alles en nog wat. Maar daarin zegt hij van, hoe kan dat nou dat die twee mensen, nieuwkomers, draagvlak kregen, ja, terwijl die oude generaties die we traditioneel herkennen, koningschappen van 500 jaar oud, dat die ten onder gaan. Nou zegt hij, dat is dit mechanisme. Die weten toch hun publieke persoon te doen overtuigen. Ze doen wat nodig is. Ze zijn misschien niet aardig. Ze zijn heel gewelddadig. Mm-hmm. Maar ze weten draagvlak te behouden. En die oude hap, zegt hij, die is altijd, ja, een erfopvolger. Wat zou die zich nog gelegen laten aan zijn volk? En die worden langzamerhand gehaat. En hij zegt van, daar moet je goed rekening mee houden. Zorg dat je niet gehaat wordt. En zorg dat je publieke persoon, mm-hmm, je uitstraling, yeah, dat je daarmee draagvlak kan krijgen. Maar dat zie je toch nu ook, dat de onpopulaire beslissingen worden genomen, want dat is nodig, zegt het OMT of het RIVM. Dat is niet onze minister-president die dat wil. Precies, precies. En dat is aan de hand. Machiavelli zou zeer veel gevonden hebben als hij mee mocht lopen in de verkiezingsstrijd anno 2021. Mm-hmm. Zeer veel van zijn gelijk teruggezien hebben, dat hij denkt van, dat doet die leider, Rutte, slim. Door nu te zeggen van, ja, ik was er even niet bij. Zijn eerste reflex namelijk bij de kindertoeslagaffaire, yeah, was een hele mooie, dat is echt midden in dit fragment, dat hij zegt, ja, luister, ik was niet de eerste verantwoordelijke bewindspersoon. Ja. Dat was stap 1. Dus ik ben natuurlijk wel al jullie allerzorgzame vader. Ik ben, mm-hmm, systeemverantwoordelijk. Ja. Hè, als morgen de wereld vergaat, is het mijn schuld. Maar, ja, u snapt wel, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Ja. Dat was heel slim. En dat is precies in het midden van dit fragment waar het om gaat. Doet Mark Rutte het best, vindt u? Ja. Dit? Ja. Meesterlijk. En wie daarna? Hij staat zo met afstand boven de anderen, dat zelfs de kroonprins gesneefd is. Yeah. He, die is daar ook ongelooflijk goed in. Die heeft een hele rustige, kalme uitstraling. Is ook iemand waarvan je zou denken, die heeft een bestuurlijke ervaring. Maar die kroonprins kan niet in de buurt komen van de zonnegod Rutte op dit ogenblik. Dat is echt fenomenaal hoe die dat doet. Ik zie dat in bewondering. Zie dat. En allemaal raken wij een beetje verblind, mm-hmm, door deze geweldige bestuurder. Dat je, ja, niet meer precies ziet. Ik laat het in het begin van het fragment, van het boek ook zien aan de hand van een fragment. Wat hij uitspreekt. Hij zegt dit. Het land moet bestuurd worden. Maar je denkt van, oh, wat een geweldige man. Mm-hmm. Dus je hebt er ook helemaal geen vragen meer bij. Ja. En hij doet dat beter dan wie dan ook. Ja, u citeert ook ergens Mark Rutte helemaal in het begin. Dat is nog voor deze hele coronacrisis. En dan zegt u dat hij heeft het op een gegeven moment, op het moment dat hij de Kamer enigszins buitenspel zet, zegt hij van, ja, dat is misschien wel een beetje constitutioneel spelbederf. Ja, dat hadden wij gezegd. Hè? Dus die polderakkoorden, dat je dus alle grote wettelijke stelsels gaat wijzigen. Bankenstelsel, zorgstelsel, onderwijs, noem maar op. 11 polderakkoorden de afgelopen 10 jaar. En deed twee hele slimme dingen. Rutte, dan ging hij polderen met een aantal bedrijven en koepels waarvan je de representativiteit helemaal niet kent. Dan maakte hij afspraken mee en ging hij naar de Kamer. En dan zei hij van, ja, nou, dit hebben we bereikt. Het is ja of ja, kan je dan zeggen als Tweede Kamer. Want anders, ja. En wij hadden dat in een stukje genoemd constitutioneel spelbederf. En dat, mm-hmm, raakte hem wel, want hij was toen nog niet zo lang premier. En toen zei hij van, ja, dat maakt me niet uit of mensen dat mooi of lelijk vinden. Er moet gebeuren wat er gebeuren moet. Yeah. En dat is ook hoe de man erin zit. Dat het land moet vooruit. Het is een soort bedrijf. Mm-hmm. En je kunt niet dingen zomaar laten betijen. Dus dat doet hij dan wel heel slim. Yeah. Maar hij weet ook dat, dat is de kunst in die speech die houdt hier in het begin van de boek ook opgenomen. Hij doet dat voor een gehoor, hij doet dat in een tussenzin. Hij zegt of mensen dat mooi of lelijk vinden, dat doet er niet toe. Het land moet bestuurd worden, daar komt, mm-hmm, de titel vandaan. En dan ben je al halfweg in het idee van dat daar misschien ook nog wel een keuzemogelijkheid in, yeah, was geweest, dat je het anders had kunnen doen. Yeah. Dat weet hij altijd heel slim in te zetten in een bijzin of zo. Hij is de meester in het regeren per bijzin. Het is een groot retorisch talent. Maar het kunstje is, de acteur zal dat herkennen, dat je dus en je zegt iets tussendoor en daar zit de hoofdboodschap in. Nou, je gehoor heeft dat even niet door, want die zingen lekker mee in dat koor van lekkere mooie zinnen die je aan het maken was. En in een tussenzin doe je even zaken. En daar is hij een meester in. Ja. Dus retorisch moet er ook nog eens een groot boek worden geschreven over de retorica van Mark Rutte. Dat zou ik graag lezen.